We hebben heerlijk overnacht in het spa-resort en we maken nu een promotiefilmpje. Nou, de dames zijn hier allemaal goed ingepakt met allemaal doeken en zo. Want ze willen beslist niet bruin worden. Wit zijn is het schoonheidsideaal, in tegenstelling tot bij ons. Ja. Ja, Paul, ze houden je in de gaten hier, hoor. Nee. Ik heb niks gedaan. Jij wel dan? Helemaal niet. Het zijn brave jongens. Toch wel. Als je een privévilla wil huren hier, geen probleem. Ze staan bijna allemaal leeg. Eigen zwembadje en mooi uitzicht. Super. Dit is duur spul, dit is professioneel. Nou, en tot zover de promo van dit spa-resort. Zo komen onze productiekosten, de reiskosten, er ook weer een beetje uit. Het is dus geweldig hier. Ik kan het iedereen aanbevelen. We zijn vanmiddag in Van Mak. Dit plaatsje is in de oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam enorm gebombardeerd, jarenlang. En op een gegeven moment hebben de inwoners hier allemaal tunnels gegraven, zijn er ook in gaan wonen. En je ziet, het ligt hier ook aan de kust. En zo werden ook de wapens aan land gebracht en via de tunnels naar Zuid-Vietnam gesmokkeld. Ja, het is heel indrukwekkend om hier te wandelen. En je krijgt nu enig gevoel van wat er allemaal zich hier heeft afgespeeld. So everybody, you can see this is ace bomb cell. It looks like ace, but it's made of wood or bamboo before, and now you see it built by the concrete. So you can see everything they built by the concrete that's after the war, not original. This tunnel was made on April 1966 and finished on December 1967. So you see, it took them about 20 months to build it.
để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới sẽ gian khổ gấp bội phần. Đến năm 1966, khi giặc Mỹ quyết đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, những hầm hào sử dụng phòng tránh bị đồng này không chịu nổi cường độ đánh phá sinh sống của bom và pháo địch, thì vấn đề đào địa đạo như gần như của đồng chí Trần Nam Trung đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự khu vực, Công an vũ trang giới tuyến bàn bạc và quyết định đào thí điểm. Thôn Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang được chọn để đào địa đạo đầu tiên của Vĩnh Linh, dài chỉ hơn 80 mét, độ sâu cách mặt đất chừng từ 7 đến 8 mét. It's have three levels. You see different colors. The first level is about 12 meters deep. The second 15 meters deep, and the third one is about 23 meters deep. And in the wartime, the first and the second level they for living, for local people. At the first level, you for storage weapons or food storage supply for the island called Cod Island and for the south. And you see the tunnel, the Wing Hop tunnel, look like the small village in underground. Nou, we gaan de tunnel in. Robby, is het toch even gestopt? Succes, hè? Ja, dank je, hetzelfde. Oh, jeetje. Er staat een knopje aan, dat helpt. Oh, mooi zeg. Dit is mooi. Karin, dat mooi gemaakt. Kijk eens even naar... Nou? Goh, wat hebben ze dat mooi gemaakt? Ja, het is wel bukken. Mensen zijn allemaal veel kleiner. Oh, jongens. Ja, jongens, ik heb hier niet een hoofd dat daarmee ze neemt. Nee, daar hopen ze gewoon past. Nee, kijk uit, hè. Wat is het hier, Kaar? Een huiskamer. Een huiskamer. Jeetje. Anderhalve vierkante meter, meer is het niet. Nou, zo komen we dan uit bij zee. En dan gaan we nu weer terug. Weet dat wel. Nou, Rob, jij moet wel heel erg bukken. Ja. Erg, hè? Nog een keer zo'n huiskamertje. Ongelooflijk. Ja. Er werden diverse kinderen hier geboren. Wat benauwd allemaal. Kijk, deze man kan gewoon rechtop lopen. En ik ga natuurlijk zwaar gebukt. Je moet er wat voor over hebben. Ik ga het niet. Ja, die moet je dat. Even bijkomen, Karin. Het was toch wel zwaar. Ja, die mensen die hebben ook nog gesjouwd met allemaal spullen daarin. Ongelooflijk. We zaten zo'n 25 meter diep. Ja. Trappetje op, trappetje af. Ja, en bukken. En bukken. Ja. Nou, we gaan even bekomen. Ja. Maar goed, ook dit wilden we een keer beleven. Ja. Alle respect ervoor, hoor. Nou, jongen, jongen. Zeker. Die mensen hebben hier wat meegemaakt. In 1954 werd besloten tot een gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Vietnam, aan weerszijden van de rivier de Ben Hai. We zagen eerder hoe het Noord-Vietnamese leger via tunnels toch wapens smokkelde over deze grens. Amerika beantwoordde dit met landmijnen en vele bombardementen in dit gebied.
Dan gaan we nu de grens over van Noord naar Zuid-Vietnam. En dat doen we over de originele brug. Deze stap ben ik in Zuid-Vietnam. Dure foto gaat worden van die buffels. Want de politie die vond het niet zo'n leuk idee dat wij daar stil stonden. En die heeft veel geld nodig. Het wordt al de derde keer tijdens deze reis.